Dit is Kylian Mbappé. Hij is pas 23 jaar, maar nu al letterlijk de snelste voetbalspeler op aarde. En met talloze voetbalprijzen op zijn naam wordt gezegd dat hij de opvolger is van de koning der voetbal. Namelijk mijn grote idool, Lionel Messi. En ik heb natuurlijk een half jaar geleden Messi's routine gevolgd. Puur omdat Messi mijn idool is. Maar na het WK van 2022 veranderde dat. Het beseft natuurlijk dat het mes tussen de tanden moet. Wat is dit dan? En Nederlandse Bank vliegt nu het veld in. En ik vind Messi ook zo'n... ik had Messi best wel hoog zitten, maar ik vind het ook een kwal van de gozer. Vind ik ook een kwal. Ik dacht ook wel dat het een normale fan was, maar... Ik ben altijd een man van eer geweest. En ja, toen Messi Biggie ging doen tegen Van Gaal, zakte mijn gunfactor voor Messi. En toen ging ik verder kijken. En zag ik een nieuw groot opkomend talent. Namelijk Kylian Mbappé. Zijn snelheid, inzicht en afronding waren gewoon speciaal. En daarom ga ik precies zijn routine kopiëren. Voor de komende week. Om te kijken of ik daardoor gewoon een betere voetbalspeler word. En dus de geheime ontrafel van Kylian Mbappé's succes. Alright, dit is vandaag dag 1 en vandaag gaan we bepaalde drills doen om op dag 7 weer te gaan vergelijken. Ja toch? Oké, de eerste test bestaat uit een lijndribbel. Want Mbappé staat natuurlijk bekend om zijn zieke dribbels waarmee hij verdedigers laat lijken als slome 80-plussers. Maar goed, de bedoeling is dat ik vanaf de 16-meterlijn twee verdedigers voorbij dribbel en over de goalstreep moet gaan voor een punt. Oké, nummer 1. Let's go. Oké, ik wilde meteen goed gaan presteren om een zo hoog mogelijke PR te zetten voor dit onderdeel. Maar ja, Seed en Seb willen er niet uitzien als sukkeltjes en deden hun uiterste best om mij er niet langs te laten op dit kleine pokkenveldje. Hey, die Seed is veel te fel, man. Wat is dit? Ik ben helemaal niet fel, man. Ik focus me gewoon op dingen, man. Ik zeg eerlijk. Oké, die was mislukt. Nu poging 2. Ja, mijn tweede poging werd ik gewoon kort gezegd finaal afgebakken door Seed. Dus nu hoop ik toch wel over dat lijntje te gaan dribbelen bij de derde poging. En meteen ook de laatste. Ja! Eén van de drie geraakt. Ik ben op zich wel tevreden. Nu door naar de volgende oefening. Ik ga nu Frank voorzien van vrije trappen. Gaat veel precisie vergen. Klopt, Seed geeft mij hoge ballen waar ik goed moet mee gaan timen. Om zo de perfecte volley te lossen. Want ja, die volleys van Mbappé zijn echt buitenaards. Ja, op dit moment vroeg ik me af hoe ik zo'n slechte timing in mijn benen heb. En was ik vastberaden om met mijn derde kans wel zo'n volley erin te rammen. Maar zoals je ziet gaat die over. En dus is er nog één laatste kans om niet op te eindigen als een complete volley noob. Siert, wat vond je ervan? Ja, dat kan echt beter, jongen. Dat was zo slecht. Zulke goede voorzetten en dan zulke slechte afrondingen. Het kan echt niet, bro. Oké, hier achter mij staat een snelheidsmeter. En nu kan ik precies meten hoe snel ik kan rennen. Ja, snelheid is super belangrijk met voetbal. En al helemaal bij Mbappé. Omdat zijn topsnelheid echt letterlijk 36,05 kilometer per uur is. Gast, dat is bijna even snel als Usain Bolt. Nou, ik ben benieuwd wat ik op dag 1 kan halen. 24. 24 kilometer per uur. Dat is niet slecht, maar kan beter. En zoals jullie misschien wel weten, Seed is echt een hele normale gozer. Zit op geen enkele sport. Dus wat is het contrast tussen een atleet en een wat normalere guy? Ook 24. Nee! Hey, iemand die op zo'n luie reet zit, die is gewoon snel, even snel als jij. Alright, wat je Mbappé heel vaak ziet doen, zijn die sappige trivella passes. Dus wat ga ik doen? En dan moet jij zeggen dat ook. Dat ook. Oké, de eerste pass. Let's go. Zoals je ziet moet ik om dat goaltje heen Seed bereiken met de bal. En de enige regel is dat ik er alleen naast mag passen. Ja? Okay. Hij draait een beetje richting Seed's kant op, maar ik vind hem nog niet heel erg goed. Ja. Op zich, die was best netjes. Oké, ik heb er in ieder geval één goed geraakt. Alright, het volgende onderdeel zijn longshots. Want als je even naar deze beelden kijkt van Mbappé, dan zie je gewoon zijn kwaliteit als het gaat om schieten. Nummer 1. Die was best wel clean, toch? Die was oprecht heel erg clean. Zag die curve erin. Die bal zette Sepp op een dwaalspoor. Als die zat, bro. Ja, over de gehele linie behaal ik best het slechte resultaat. Maar goed, als laatste test probeer ik zo snel mogelijk 50 meter af te leggen met een bal aan mijn voet. Dames en heren, jullie zien het. 7,15 seconden. Alright, dit zijn alle geboekte resultaten op dag 1 en ik hoop verbetering te zien op dag 7. Let's go. Ja, Kylian Mbappé
staat altijd rond een normale tijd op, gelukkig. Ja, rond 8 à 9 uur. Oké, het eerste wat Mbappé eigenlijk doet in de morgen is 5 tot en met 10 kilometer rennen. Ja, de dag zo beginnen is voor mij echt super zwaar, sinds ik natuurlijk helemaal niks gewend ben. Dus maakte ik mezelf even lekker wakker. Ook volgde ik nog even snel Kylian Mbappé's ontbijt, namelijk een lekker eitje. En daarna ga ik gewoon simpelweg hardlopen. Ja, en deze extreem lange afstand, namelijk 5 tot en met 10 kilometer hardlopen, is volgens de Fransman ook een reden van zijn succes. In my mind I was like, okay, I'm gonna do everything to be a football player. I know to be the best you have to work. You have to work more than the other one because everybody wants to be the first one to win something. Dat hoor je goed. Ik moet deze week echt keihard gaan werken. Elke dag hardlopen, voetballen, trainen en op mijn voeding letten. En ik kan je beloven dat Mbappé een van de strengste routines heeft tot en met nu toe. Want hard werken is de key to succes. Meneer, kan ik u iets vragen? Ik vroeg me af of hardlopen heel erg gezond is. Dat hangt er vanaf hoe lang je loopt en hoe ver je loopt. Hij zegt, ik ga 100 meter hardlopen, zal niet zo'n probleem zijn. Nou, dat zal er niet veel gebeuren, denk ik. En je wordt er ook nog een betere voetballer van, denk ik. Nou ja, voetbal heeft niet zoveel met hardlopen te maken. Ik denk dat je meer aan techniek hebt en inzicht als aan snelheid. Deze man heeft hier compleet gelijk. Snelheid is slechts maar één kleine factor van het voetbal. Maar Kylian Mbappé blinkt echter niet alleen uit met zijn ongelofelijke snelheid, maar dus ook met zijn acceleratie en behendigheid. En die twee elementen ga ik beoefenen door middel van deze kinderen hier te rekken in een klein veld. En je begrijpt natuurlijk wel dat ondanks dat ze allemaal 11 jaar en 1,30 meter zijn, dat dit toch nog wel aardig lastig is in zo'n klein veldje. Dus moet ik de juiste keuzes gaan maken als het ligt aan mijn dribbelen. En hierbij heb je dus ook een beetje inzicht nodig. Hoort ie? Ja. Dit is easy, man. Hey mensen, jullie zien het. Frank is gewoon veel beter dan al deze kinderen. Alright. Nadat ik deze kinderen volledig heb afgebrand, wilde ik deze dribbel in een wat groter vak doen. Puur om te kijken hoe handig snelheid wel niet is. Ja hoor, je ziet het. Dit keer met meer ruimte ging het nog makkelijker dan op dat kleinere veldje. Dus wat die man gisteren zei, klopt toch niet helemaal. Alright, Mbappé traint 6 dagen per week, waarvan hij 5 dagen een workout doet in de gym. En zijn gymsessies gaan als volgt. Hij begint meestal met een kleine warming-up om zijn spieren wat warm te maken, want je wil natuurlijk niet geblesseerd raken. Vervolgens focust hij zich op zijn buikspieren, hamstringen en beenspieren. Want ja, als je dus 36 km per uur kan sprinten, moet je een behoorlijk fysiek lichaam hebben. Maar het echte geheim ligt hem in het feit dat hij een overvloed heeft aan snelle spiervezels. Oké, maar waar heb ik het nu eigenlijk over? Nou, je hebt eigenlijk in je lichaam 2 soorten spiervezels, de trage en de snelle. De trage gebruiken we voor wandelen en ander soort lage activiteitstrainingen. En de snelle vezels juist voor explosiviteitstrainingen, zoals kapot hard sprinten. En Mbappé heeft dus meer snelle spiervezels dan langzame. En dit is eigenlijk puur genetics. Maar toch kan je die snelle spiervezels trainen door middel van bepaalde oefeningen. En deze precieze oefeningen ga ik gedurende deze week zeker doen. En verder doet hij altijd deze enkelbandjes om voor zijn balans / krachttraining. Ik moet hier 3 sets van doen met 12 reps. Ook doet hij aan dumbbell races. Puur om zijn fysiek en brede schouders op peil te houden. Want deze man wordt niet zomaar omgebeukt op het veld, kan ik je zeggen. We gaan weer even oud vertrouwd boodschappen doen. Let's go. Jup, want Mbappé heeft een best streng dieet. Deze man houdt bijvoorbeeld van een goede mix tussen eiwitten, koolhydraten en weinig tot geen vet. En dus sla ik vandaag alvast even wat lekkere wraps in met een groot stuk kipfilet. Want ja, dit is een van de lievelingsgerechten van meneertje Mbappé. Lekker man, kijk hoe sappig dit eruit ziet. Ja, Mbappé heeft rustig gewoon een prima smaak. Ik zeg eerlijk, ik ga lekker genieten. Wat goddelijk. Dit is zo lekker. Alright, vandaag nieuwe dag, nieuwe kansen. En vandaag ga ik bezig met agility poles. Dit zijn eigenlijk gewoon palen die je in de grond moet zetten. En dan moet ik gewoon keihard slaonnen. Want dit zie je Mbappé ook super vaak doen. Hij sprint en zigzagt zo snel mogelijk door zijn verdedigers heen. Holy shit. Ik ben back up. Alright, als ik heel erg eerlijk moet zijn, heb ik echt enorm veel respect voor iemand zoals Kylian Mbappé. Besef. Hij moet dit soort dingen echt letterlijk elke dag doen gewoon. Maar door zo enorm consistent en gedisciplineerd te blijven trainen, bereik je wel de grootste dingen waar je nooit had van kunnen dromen. Want besef, kijk eens even naar deze foto. Ja, dit is letterlijk Mbappé toen hij 12 was, naast zijn idool Cristiano Ronaldo. En op dit moment speelt deze knakker gewoon letterlijk tegen Cristiano Ronaldo hemzelf. Hard work is the only way to success for me. And to be happy. To be happy because everybody forgets sometimes. But mentally you have to be cool. Dat hoor je goed. Naast het harde werk focust hij zich ook
op het mentale gedeelte. Want kaartwerken is wel leuk en aardig, maar als je er simpelweg niet van kan genieten, ben je sowieso al een verloren ziel. Ook al heb je miljoenen op je bank of 97 miljoen Instagram volgers. Gelukkig zijn en gewoon van het moment genieten is verreweg het belangrijkste. Want dames en heren, het klokje is aan het tikken. En je tijd hier op aarde wordt steeds een seconde korter. Dus alsjeblieft, wees hier bewust van en geniet van elk moment op de dag. Alright, het is ochtends vroeg, rond 10 uur en ik ga weer even lekker sporten. Even super veel spierpijn en zo krijgen, want vanmiddag ga ik cryotherapie doen. En dat wordt zo enorm ziek. Ja, want door het vele sporten scheuren je spieren en wordt je lichaam gewoon vermoeid. En dus hebben de meeste professionele spelers, zoals Kylian Mbappé, een rustdag. Waarin ze er alles aan doen om hun spieren zo goed en snel mogelijk te laten herstellen. Zodat ze de volgende dag weer lekker tegen die balletjes aan kunnen rammen. Maar goed, op wat voor manier herstelt zo'n wereldster zoals Mbappé dan? Nou, toen ik even zijn Instagram ging afstalken, kwam ik dit gekke stoombad tegen. Wat blijkbaar dus cryotherapie heet. En blijkbaar is Mbappé lang niet de enige profvoetballer die ook aan cryotherapie doet. Alright, we zijn bij het wellnesscentrum aangekomen. Ik ben zo benieuwd. Allemaal stoom op je lichaam en zo. Dat is echt gek. Nou, even snel omkleden. Nou, we lopen nu de cryokamer in. Zenuwachtig? Nou, valt mee. Oei, kijk, dit is een dikke stikstofhal, joh. Kijk dan, dit zit gewoon ijs op. Nou, is, hier om ons heen zie je allemaal vloeibare stikstof. En dat wordt eigenlijk, via die buizen gaat het eigenlijk het apparaat in, waardoor je dan... Ja, klopt. En het stikstof van deze tanks wordt in een grote cilinder gepompt waar ik straks in moet. En ter info, die stikstof is min 120 graden. Waar ik dus 3 minuten lang in moet gaan staan. Alright, en nu ben ik heel erg benieuwd wat voor gezondheidsvoordelen hier aan zitten. Want dit ga ik natuurlijk niet zomaar doen. Ja, nou ja, het helpt in ieder geval bij het sporten. Bijvoorbeeld wanneer je een heel intensief bent geweest, helpt het ook bij spierherstel. Wist je dat ook Kylian Mbappé dit heel vaak doet? Nee, dat wist ik niet. Nee, wel een leuk feitje, maar... Nee, wist niet. Als daarom doe ik dit ook. Dat is zeg maar een beetje de reden. Oh, dat is wel vet. Zal ik hem nu voor je aandoen? Ja, daar gaan we dan. Het grote moment is hier. Ik ga gewoon in een cabine waar het min 120 graden wordt. Het voelt al extreem koud hier, ouwe. Holy shit, nu al. Doordat ik mijn halfnaakte lichaam blootstel aan deze extreem koude stikstoftemperaturen, ontstaan er allerlei positieve effecten, waardoor mijn sportprestaties worden verbeterd. Zoals supersnelle spierherstel, minder vermoeidheid, het verbeteren van focus / slaapkwaliteit. En bovendien is het goed voor het immuunsysteem. Oh, ja! Gras, jongen! Ah! Het is echt onmenselijk, holy shit. Zoals je ziet op de temperatuurmeter achter mij is het nu min 124/122. Alright, nou we gaan weer even lekker hardlopen. Alright, ik ga deze bak kwark even lekker klaren, 500 gram. Want deze spiertjes die je hier ziet moeten lekker worden hersteld. En daar is natuurlijk de juiste voeding bij nodig. Oh, dat is zo zwaar. Ja, die gymsessies vielen niet mee. Maar wat ook niet meevalt is elke dag weer gaan trainen met een voetbal. En met dit klote seizoen, namelijk de winter, wordt het al om 5 uur donker. Dus moet ik mijn dag optimaal besteden om de benodigde uurtjes per dag te gaan voetballen. En toen kwam ik op het volgende. Voetballen die licht geven door middel van reflectoren. Ja mensen, dit bestaat. Alright, het is ondertussen donker. Maar ik kan alsnog doortrainen omdat deze bal gewoon letterlijk licht geeft. Ik zweer het je, dit is echt de meest handige uitvinding ooit. Ja, deze bal is echt een super handige uitvinding. Hierdoor kan ik dus langer doortrainen. En zoals je ziet ben ik beter gefocust op de bal en heb ik iets wat meer balcontrole. Maar oké, ik raad deze voetbal echt elke voetballiefhebber aan. Dus alsjeblieft, klik op het linkje in de beschrijving en bestel zo'n prachtig mooie bal voor jezelf. En als je er eentje gaat kopen, gebruik dan vooral mijn kortingscode FrankVD voor 10% korting. Alright, we zijn weer op het prachtig mooie voetbalveld aangekomen. En nu is het letterlijk gewoon allemaal oefeningen herhalen die Mbappé ook altijd doet. Want ja, herhaling is de enige manier om beter en sneller te worden. Holy shit, dit is effectief jongen, het is niet normaal. Ik voel hem zo enorm in mijn benen en ik voel ook echt dat hij hier stabieler door wordt. Zoals jullie zien, het is prachtig weer en ik ga even lekker hardlopen. Met een addertje onder het gras. Yep, dat is een fucking parachute.
Jup, doordat ik natuurlijk wat sneller wil worden, is normaal hardlopen niet genoeg. En daarom gebruik ik een parachute die het zwaarder maakt om vooruit te komen. Ik voel echt een hele grote kracht aan mij trekken constant. Dus dat maakt het wel degelijk wat zwaarder. Ja, deze oefening zorgt ervoor dat ik mijn snelle spiervezels, net zoals eerder vermeld in de video, stimuleer en train. Waardoor ze dus sterker teruggroeien. Maar besef je wel dat dit niet de enige manier is om sneller te worden. Je sprinttechniek is namelijk ook een groot onderdeel. Want bekijk even deze clip. Hier zie je professionele hardlopers die hun poten op een gekke manier vooruit. En deze techniek gebruiken heel veel professionele voetballers en dus ook Kylian Mbappé. Alright, het is alweer de laatste dag en nu herhaal ik alle fundamentele elementen van Kylian Mbappé's voetbaldrill. Zoals snelheid, dribbling, trivella passes en schoten op goal. Door deze herhaling van oefeningen zal het mij daadwerkelijk lukken om net even een stapje beter te zijn dan een week geleden. En om eerlijk te zijn vind ik Kylian's speelstijl en techniekjes en kneepjes erg plezant om mee te oefenen. En nu ben ik heel erg benieuwd of ik beter ben geworden op dag 7. Wat een goal. Alrighty, het is vandaag dag 7 en ik ben benieuwd of ik ben verbeterd. En dit keer zijn Siert en Jurre erbij. Ja, we gaan Frank aanpakken. Alright, eerste lijndribbel, let's go. Oké, de eerste lijndribbel is aangebroken en ik ging meteen vlugvoetig te werk om Siert en Jurre finaal af te maken. Maar helaas zet ik me hier gewoon compleet voor schut. Dus bij de tweede dribbel ging ik er fanatiek in en maakte ik gebruik van een hoop tempo in mijn dribbel. Ja, vallen! Wat een fenomenale actie. En Bob is het. Shit werkt gewoon. Holy shit. Oké, nummer 3. Deze moet ik over de lijn hebben. Deze moet erin om mijn vorige PR te verbeteren. Want toen had ik er maar één dribbel voltooid. Dus het zou echt een schande zijn als deze niet zou gaan lukken. Maar goed, gelukkig slachtte ik Siert en Jurre 1-1 af met mijn dribbel. Omdat ik kortweg gewoon keihard heb getraind hiervoor. Alright, 2 van de 3 gescoord. Ik ben er tevreden mee. Jij? Ik niet, maar ja, het is niet anders. Goed gedaan, Frank. Ik ben ook niet blij mee, want het Mbappé-dieet werkt echt. Ik moet dat ook doen. Ik ga het ook doen voortaan. Alright, Jurre, ik ga follies doen. Dus pas op hoe hard ik kan schieten. Ja, het gaat heel hard worden, maar... Mijn handen zijn van staal. Ik ga ze tegen. Je hoort het goed. Jurre is lekker fanatiek vandaag. Dus ik hoop dat hij mij een beetje spaart met de follies. Let's go, ik heb maar 2 schoten nodig om 2 goals te maken. Mijn rijinstructeur zei vroeger altijd dat je nooit te vroeg moet juichen, anders houd je jezelf voor de gek. En zoals je ziet heb ik inderdaad te vroeg gejuicht en mis ik 2 kostbare points. Ja, hier ben ik persoonlijk niet al tevreden over. Volgende oefening ga ik beter doen. Nou, Siert, je gaat even mijn snelheid opmeten. Wat denk jij? Sneller of slomer? Ik denk hetzelfde. Ah! Ah! 26 Amati. Gast, dat is 2 kilometer per uur sneller. Alright, de trivella passes. Hier heb ik echt enorm veel moeite mee gehad. Maar we gaan het proberen. First try. Ja, vorige keer had ik 1 trivella pass goed. Dus nu hoop ik echt wel op 3 goede trivella passes. Om mezelf te verbeteren. Want laten we eerlijk zijn, zo moeilijk is het helemaal niet. Hij is best wel goed gegaan, holy shit. Hij draait gewoon mooi om het goaltje heen. Oké, de allerlaatste keer. 3 keer is scheepsrecht, kom op. Holy shit. Die was goed. 3 out of 3. Nice. Alright, ik ben echt wel tevreden met de tot nu toe behaalde resultaten. En nu ben ik benieuwd wat ik bij de longshots ga doen. Ja? Ja? Oh! De lat! Hoe dan? Oké, voor de 2e schot ga ik shirtless. Ik weet ook niet waarom ik dat ga doen, maar ja, ik ga het gewoon doen. Nou, we weten beide wel waarom. Ja? Oh, mooi. Holy shit, zag je die dip? Hij ging echt zo. Holy fuck. Deze is mooi. Alright, en nu het laatste longshot. Ga ik ze alle 3 raken? Oké, Siert, wat denk jij? Ga ik hem raken? Nee. Helemaal over hem heen getipt. Holy shit. Oké, door naar het volgende onderdeel. Alright, voordat we aan het laatste onderdeel gaan beginnen, wil ik jullie eerst vragen om mij te volgen op Instagram. Zo kunnen we met elkaar betere content maken en lijpe video-ideeën brainstormen. Want vaak post ik een Instagram-story met een vragensticker waar jullie op kunnen antwoorden. Ook zet ik leuke YouTube-kiekjes van mezelf online en extra beeldmateriaal van de video's. Dus volg mij vooral even op Instagram, FrankVD. 3, 2, 1, go! Alright, en nu de sprinttest met bal. Mijn vorige record was 7 seconden 5. En nu mag ik toch echt wel hopen dat ik ietsje sneller ben geworden. Kom op. 6.77. No way. Maar jij trouwens, Jurre, jij ging bijna net zo snel als ik. Ja, klopt.
Ja, cameramannen gaan gewoon, ze zijn gewoon zo snel. What the fuck? Alright, dit zijn de resultaten op dag 1 en 7. En zoals je ziet, zie je een duidelijk resultaat. Dus het werkt wel enigszins. Maar denken de boys ook dat het werkt? Ik denk het wel. Je deed dingen gewoon veel gecontroleerder, netter. Ja, goed. Beter. Iedereen bedankt voor het kijken en vergeet vooral niet die Bright Ballen te bestellen. Met mijn kortingscode FrankVD voor 10% korting.